Leuk dat jullie kijken. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken. Naar een gloednieuwe vlog. Naar de eerste video van 2019. Yay! Ja jongens, 2019 is lekker begonnen. Ik heb al even een jaartje niks geüpload. Dit hele jaar heb ik even niks geüpload. Maar nu ga ik weer uploaden. Nou ja zeg. De rest van 2019 had ik even niks geüpload. Maar ja, de eerste twee dagen even lekker geëdit. Maar nu zijn we weer begonnen met een nieuwe video te uploaden, jongens. Voor vandaag, let's go. Vandaag gaan we reageren op kanalen van de vrienden die ik ken. Nou ja, ze zijn niet helemaal 100% vrienden of zo. Maar wat ik had opgezocht is dus de eerste die we gaan... Nou, op we gaan reageren. Nou ja, ik wil niet gaan reageren op zijn kanaal. We hebben niet zoveel contact met elkaar. We hebben geen contact met elkaar. Maar deze gast ken ik. Dat is DJ Games NL. En als jullie willen, mogen jullie abonneren. Of DJ Games NL. Een van jullie naar deze video kijkt. Wil ik even niks doen. Ik wil even gewoon even kijken naar de kanalen. Zodat kijkers gaan abonneren op deze kanalen en zo. Snappen jullie? Wacht, groot skin battle arena. Wacht, kijk. Die hierop wil ik wel even kijken. Ik ben al een beetje begonnen aan skin battle arena. Dit is DM die aan het praten is. Weet jullie waar DJ Games en NL voor staat? Kijk, D is van DM, J is van Jaden, Games en NL. Dus ja, logisch. Hij is best wel groot. Hij is best wel groot, zegt hij. Wel, hij zegt dat hij best groot is, maar... Oké, dus DM... Die had dus een grote, of misschien met DM en Jaden. Die hadden dus een skin battle in die arena gemaakt. Ze hebben 9987 memories gebruikt, dat is niet zoveel. Zoals mijn eigen gigantische base, als jullie die willen zien. Oké, jongens, even kijken. We hebben een quad nodig. Even kijken. Oké, we zitten erop, huppakee, en we gaan. Ja, ik heb een grote beest, hè. Je kan hier... Als ik deze rondleiding zal geven, denk ik wel dat het zo 20 minuten gaat duren, hoor. Kijk, ik heb echt een gigantische beest, zoals je ziet. Kijk. Kijk hier, oh my god, ik heb heel veel punten. Oh, nee. Oh, man. Kijk, ik ben in het water gevallen per ongeluk. Kijk, jongens. Hier, dit is een mega base. En hier, in het midden van de base, daar staat een grote toren. Dat is een turret tower. Dit is een turret tower. Die is heel groot. Daar zitten allemaal turrets natuurlijk. Ik heb een hele grote gigantische beest. Wacht, ik moet hier even hier naartoe vliegen. Kijken wat het hoogste limiet is. Ja. Oké, dit is het hoogste limiet wat we kan. Kijk jongens. Dat is toch een grote beest. Ja, hier hebben wij nog een Colosseum. Ik bedoel, ja, daar ook nog. Daar kan je wel zo'n skin arena maken. Maar ja, mijn DM zei dat hij groot is, maar hier kan je ook, maar hier binnen in de base, daar heb je ook een soort een of andere arena. Dus je kan ook hier naar binnen. En kijk daar. Kijk, hier kan je wel makkelijk. Maar hier binnen is het grootste kolossaal. Maar we hoeven ook niet per se kolossaal gebied te hebben. Want kijk maar, kijk. Huppakee. Die. En oké, ik heb het even geëdit. Deze gaan we even openmaken. Kijk, dit is zo'n grote kolossaal gebied.
Heb je dit wel nodig om een skin battle te maken? Nou ja, hoeft niet per se hoor. Maar ik close dit even. Zo, nu kan niemand meer naar binnen hoor. Kijk hier, hier heb je ook een kolossaal gebied. Zien jullie dit? Ja. Ja, heel groot hè. Wacht, ik ga dit even x'en, huppakee. Nou, wat ga ik even doen? Zo. Zo, huppakee. Kijk, hier heb je ook een grote kolossale gebied. Hier, en dit moet ik nog allemaal afmaken. Maar ik heb al 82.000 memory gebruikt. Kijk maar, en hier hebben wij nog laagjes. En hier gewoon in de base ook, hè. Hier hebben we 8 etages. En hier nog één, en hieronder nog meer. Dus dit wordt echt een grote kolossaal gebied. Waar ik meer video's kan opnemen hiervan, jongens. Kijk, jongens, echt. Hier was ik wel uren mee bezig geweest. Serieus. Oké, hier hebben we nog een grotere kolossale gebied. Ik bedoel, ja, het is ook een grote. Hier kan je ook makkelijk een skin battle doen. DM zag dat het wel een groot gebied is waar hij gaat doen. Maar ja, niet zo goed groot genoeg. Die van mij is nog veel groter. Kijk. Kijk eens dit. Kijk dit allemaal. Dit noem je niet klein. Kijk, als DM deze video kijkt, of Jaden of zo. Dit noem je niet klein. Kijk. Oké, ik wil ook niet niks negatief of zo. Dus ik ga even naar de creative app. Doei. Oké, jongens. Oké, DM is even aan het bouwen. Ja, daar, kijk. Als er is, dan even mij joint. We gaan ze even skin battle maken. Als je met drie mensen zo bent, loop je eerst gewoon helemaal door het einde. Kijk hier. Kijk. Hier arena, ik vind het wel een groot gebied. Ik denk dat het wel voldoende gebied is hoor. Hij is pro, dat weet ik sowieso. Ik vind het klein, maar het is een mening. Maar we gaan even snel naar het volgende, want hier staren we echt zo lang naar. Hier hebben wij Slope Smurf Jaden. Oké, dus dit is de vriend van DM. Slope Smurf Jaden. Hij heeft geen video's. Oké. Hij heeft geen video's. Dus. Oh ja, het wordt de. Dubbel Z. Huppakee, yeah! We gaan reageren op Edwardus. Hij heeft 7 video's. Maar zijn kanaal bestaat heel erg lang. Of bestond heel erg lang. Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar mijn eerste Fortnite video. Leuk dat jullie kijken naar de eerste Fortnite video. Jongens, zijn video's. Hij heeft geen skere video's, sowieso niet. En ja, ik heb ook een video met hem opgenomen. Hier staat het Pro Games bij. Ja, mijn mic viel eventjes uit omdat Fee mij belde. Dat is deze guy. Yo, Fee! Ja, dat ben ik. Dat is deze guy. We reageren even op Edwardus. We gaan even samen Fortnite doen. Jullie kunnen hem alleen niet horen omdat Oké, we gaan het ready doen. Ja, kijk, op dit moment zijn we echt heel erg nieuw bezig. Kijk. We proberen te maken wat er allemaal. Wacht, kijk, we gaan even doorspoelen. Ja, nou. Kijk hoe noob we zijn. Kijk, let op. Oh nee. Ja, nou zijn we dood. Fien. Ja, we zijn zo fucked. Oké, mensen, we zijn zo slecht. Oké, mensen, dat was het alweer voor deze video. Abonneer nog op mijn kanaal als je niet bent. En abonneer op HetProGames.nl. En ja, dat zie ik jullie de volgende keer weer. Ciao. Oké. Mensen, we hebben even op Edwardus gereageerd. Hij zei van, hey, hoi, leuk dat je kijkt op mijn kanaal kijkt. Ik zal je even voorstellen, ik ben Edward, 13 jaar oud, ik kom uit Nederland, mijn kanaal heet Edward, dus afgeleid van Edward, mijn naam. Ik maak Fortnite video's omdat ik Fortnite een leuke game vind en ik vind... ik vind om YouTube video's te maken, vroeger deed ik het ook gewoon random dingen, maar dat werd steeds minder leuk. En dus heb ik besloten om Fortnite video's te maken en ik doe het gewoon naast school en... verder. Wat staat er verder in de beschrijving? Besloten video. En andere hobby's. Lijkt jou dat leuk? En abonneer dan snel. Dan mis je nooit. Maar wat van mij doe ik. Oké.
dat was een mooie dag. Tot deel 2.